Die rijdt hier met Reichenbach. Denk ik. Ultimo kilometer. Denk dat. Posto vivo e Dumoulin. Leggermente staccato Yates. Yates valt uit. He's attacking. Slightly jots. Wat zegt dat dan? Yates is gelost, hè? Yates is gelost. Klasse, Tom. Kom op. Knokken, hè? Yates is gelost. Heel goed, Tom. Heel goed. Prima. Tot op de lijn. Iedere seconde telt. Yates in de problemen. Grote klasse. Prima. En 11, oh 0-3. 0-3, 28 seconds. 28 seconds. Of course it's a good day, but I know the coming 2 days are going to be different and even much harder than today. So we just have to see. But I go... You're encouraged. Alright. Sicuramente si regalerà 28 seconds, Chris. 28 seconds. Really? Yeah. 127 seconds on the lead. No way! Yeah, exactly. What a guy! Thank you very much. Zo, dit is wel een boost aan zelfvertrouwen, denk ik, die getankt is vandaag. Ik weet heel goed wat er nog komen gaat. Nee, dat weet ik ook, maar ik vond voor de koers had ik misschien een beetje de indruk van dat je denkt van nou, hè, die mannen gaan het mij moeilijk maken. Ja? Ja, maar die en dat blijft nog steeds voor de komende dagen, dat mag, maar ik denk wel dat je hier wel vertrouwen uit mag denken. Mm-hmm. Morgen. Moeten zoveel mogelijk manoeuvreren. Ja. Op Finestre gaat het gewoon op profval. Sky gaat daar alles uit elkaar trekken. Ja. Verwacht ik. En dan, als je niet sterk genoeg bent, dan moet je slimmer zijn dan de rest. Ja, gedeeltelijk ben ik daar met jou eens. Maar het andere deel is natuurlijk ook dat Mitchelton en Sky ons toch nog toe niet hebben laten rijden. En zich daarop hebben liggen. Slimme manier. Mitchelton en Sky, wat die aan het doen zijn. Ja. Die moeten elkaar kapot rijden in het begin. Ja. En daar moeten wij van kunnen profiteren. Klopt. Ja, dat wordt pompen of verzuiken. Ja. Denk ik wel. Ja. En als je daar met een halve minuut of een minuut... Nou, een halve minuut kan ik nog dicht in afdaling, maar een minuut... Bovenop met een minuut op achterstand op Froome of zo bovenkomen, dan wordt het toch moeilijk. Ja. En vertrouwen en met een boost naar de komende dagen. Hè? Driving up north on the Trans-Canada Highway. The night is sweet, thousand stars. Nou, in Finaria Reale, the start of stage 19 of this year's Giro d'Italia. Today's stage is a really important one. It's the Queen stage. We have
like four really difficult climbs. Looking to today's stage, guys. Queen stage, 185k, first the parcours. It's excited, but we are also nervous on what's happening and what is going to happen. What we have in control, we have to do good. We have to have control in the start of the climb, and we have to support Tom as long as possible. And then we see in the end who's having the legs or not. Froome went already on Finestre. Yeah? Not maybe. What will happen is that Sky sends riders in the break. Pools is going to make a super hard tempo on Finestre, and Froome attacks a few K before the top, and he will try to bridge up to the guys in front. That is what 100% is going to happen. To abandon, and it was really hard because I was looking forward to this adventure and to finish it till Rome. Yeah. I was really, really one of the hardest moments of my career, maybe also. I was feeling like I was abandoning the team. I was really looking forward to help this team this year to win the pink jersey, and now I'm still really, really disappointed, but I'm already looking forward to make some new goals and to see what the rest of the season will bring. I'm really, really, really tired. Yeah, the last 3 weeks have been very hard, and especially today was a crazy stage, so I'm really tired. Yeah, right now I feel absolutely fucked. Yeah. So, I don't know. I'm scared for today, that I can tell you. Yeah. If I magically have the legs to do more than following, then I will go all out at like 10k to go, and then just before it would be good to if some. Just sets a really, really strong pace, like 450, 500 watts. And then, no problem. I mean, just for a short period. Just for a while. Yeah, as far as I can.
Okay guys, three amazing weeks. Really good job until now. Keep up it for the last stage. And then, chapeau. Good luck.